Sporthal Focasa in de Nijmeegse wijk Neerbos Oost heeft een muurschildering gekregen. Het is onderdeel van het project Murals, dat meer kunst in de openbare ruimte moet bevorderen. Het kunstwerk is vandaag officieel onthuld en dient meteen als het start zijn voor de 11e editie van het tekenfestival The Big Draw. Het kan de inwoners van Neerbos Oost moeilijk ontgaan zijn, maar er is een muurschildering geplaatst op de buitenkant van Sporthal Focasa. De metersgrote tekening is vandaag onthuld door burgemeester Bruls, die zelf ook onder de indruk is van het kunstwerk. Ja, ik vond het echt omvangrijk. Ik had van tevoren een foto gezien. Dat zag er goed uit, hè? Maar dan zie je iets, bij wijze van spreken, 10 bij 10 centimeter. Ja, dit is echt indrukwekkend. Dus ik zou ook iedereen oproepen om gewoon, het hoeft niet per se vandaag, maar op een ander moment, eens te komen kijken wat hier is. Het zegt ook iets over de wijk, hè? Je kunt heel duidelijk proeven de verschillende mensen die hier wonen. En je kunt ook nog op een plek, misschien zien we het wel achter mij, een selfie van jezelf maken. Waardoor het net lijkt alsof je in die schildering zit. En ik denk dat dat ook vooral heel leuk is, want anders zie je het. Je loopt weer verder, maar nu kun je er ook naar echt aan deelnemen. Het huidige kabinet heeft in zijn regeringsplannen staan dat ze minder geld gaan uittrekken voor kunst en cultuur. Bruls ziet toch mogelijkheden om verschillende vormen van kunst en cultuur te behouden in de stad. Ah, ik denk dat deze vormen van kunst, kunde, openbare ruimte, die kosten niet eens zo verdraaid heel veel geld. Die draaien vooral op, heb je een goede locatie, een goede kunstenaar of kunstenares natuurlijk. En wil je daar met z'n allen wat van maken? Ik maak me meer zorgen over de kunst en cultuur misschien achter de muren. Hè, in een schouwburg, in een bibliotheek, hoe het daarmee gaat. Nou ja, als gemeente hebben we ook uitgesproken dat we het daar niet mee eens zijn. Ook niet met die btw-verhogingen die erbij horen. Daar zullen we mee doorgaan om aan te geven waarom ook kunst en cultuur er moet zijn. En dat je dus heel voorzichtig moet zijn daar te veel geld weg te halen. Kunstenares Coco Ouwerkerk vindt het belangrijk dat kunst uit eigen land zichtbaar blijft en blijft bestaan. Dit is gewoon talent in ons land. Want meestal met online en zo, je ziet talenten van over de hele wereld. Maar je vergeet soms een beetje wat je in eigen land hebt. En dat Nederland zo klein is, zie je dat niet totdat je een keer zo'n grote muur een keer voor je neus ziet staan. Dat je denkt van, oh ja, dat is toch wel echt veel vrolijker. Word je ook veel blijer van dan gewoon ja, een muur waar een beetje wat strepen over graffiti zijn en waar niks mee gedaan wordt.